Oh! Bang, bang, bang! Ja, 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 Murda. Welkom, alleen welkom op in de show. Hallo. Sowieso welkom terug. Ja. Ja. Want natuurlijk ook voor jou confetti hier. Album Baba is uit. Thank you. Daar moeten we natuurlijk ook even bij stilstaan. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. En jij bent natuurlijk vader geworden. Ja. Dus daar staan we ook heel graag bij. Dank jullie wel iedereen. Thank you. Thank Hoe heb je het allemaal gevierd, jongen? Gewoon veel thuis zijn met vrouwtje en de baby. Ja, ja, gewoon ja, ja. Veel downtime. Gewoon heel veel time voor de family, ja. Voor het dochtertje. Ja, zeker. En ja, Pook is natuurlijk ook vader, dus die heeft je... Ik zag je al... Ja, ja, we waren al net een beetje aan het banden. In the daddy world, ja, ja man. Ze lossen na eentje te maken, man. Ja, man. Laat me joinen. Come in, join the daddy gang, bro. Want ik zei hem ook, kijk, alle mannen kunnen kinderen maken. Maar niet iedereen kan een vader zijn. Ja, dat zei je heel mooi. Dat zei je heel mooi. Als je echt een paps bent en ik zie dat bij andere mannen, dat maakt mij zo blij, man. Als je goed met je kinderen omgaat. Ja. Of je gezin, noem maar op. Belangrijk. Dus dan is echt belangrijk. En puur, ja, jij kan er gewoon lekker van genieten. Ja, voor jou zeker. Begint het hele proces zeker. Nu natuurlijk. Hey, wat ik sowieso heel erg mooi vond is het nummer My Lil One. Natuurlijk, het album heb je voor je dochtertje. En eigenlijk ook natuurlijk... aan de rapper Fijs. Ja. En dat nummer My Lil One is ook opgedragen aan Fijs. Nee, Lil One gaat meer over mijn dochtertje. Ja, maar dochtertje. Op de album praat ik op andere liedjes gewoon een beetje over het balanceren van, je weet toch, van je krijgt nieuwe lijf. Juist, juist. Maar er is ook een lijf die heel dichtbij me was en dierbaar voor me was, hebben we ook afscheid van moeten nemen, snap je? Hij was heel vaak erbij als ik sessies had. Dan hebben we het over Fijs inderdaad, ja. Bijvoorbeeld Rompe, dat is de eerste keer dat ik op een nummer 1 hit stond. En Fijs was bij ons toen we die pokoe aan het maken waren, weet je. Ja. Dus het voelt ook als zijn blessing, snap je? Dus, dus alles wat nu dit album met zich meebrengt, is allemaal dedicated to my brother gewoon. Ja, ja, nice. Ja, ja. Dat zijn sowieso mooie dingen, dat je dat ook op die manier overbrengt. En je verspreidt natuurlijk ook jouw spirit weer overal, want dat is ook natuurlijk uiteindelijk met Doughboy, staat natuurlijk ook op zeker, het album. Zeker, zeker. Ben ik wel heel erg benieuwd, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Ik weet heel goed de eerste keer dat ik Doughboy tegenkwam. Ik weet het ook nog. Dat was je was met Stefanio, niet volgens mij, je was met Stefanio. Toen kwam ik jullie tegen bij een Vissa. Backstage. En ik zei toen van, bro, we gotta link up. Maar hoe lang geleden is het? Hoe lang? Dit is... Wel een tijdje al alweer. Ja, best wel een tijd geleden. Ik denk anderhalf jaar, twee jaar zo bijna. Oké. Of langer? Ik denk langer, man. Ik denk al 3 jaar geleden of zo. Kijk daar. Ja. Zo. Wauw. Zeker. En toen was je al meteen op die, we moeten echt... Ja, gewoon... Wanneer, weet je wat het is? Ik denk dat het ook een soort artiesten hebben dat onderling. Wanneer je die spark bij iemand voelt die je nog niet kent, dan wil je ook die spark proeven. Dan wil je ook, snap je? Dat is gewoon, wij moeten ook geprikkeld worden, toch? Dus wanneer ik dat voel, ik ben niet vies ervan om iemand gelijk love te geven en te zeggen van, yo, nice. Let's go, dat is hoe het moet zijn, vind ik ook. Te veel trots deze dagen. Ik snap dat mannen trots zijn, maar met trots, ik zeg je eerlijk... Je komt niet verder. Ja, trots kan ook heel veel deuren dichthouden voor je, als je te trots bent, snap je? Ja. Nee, dat is sowieso heel duidelijk. Jullie hebben natuurlijk ook nummer Draai Dat Ding. Ja. Hoe vaak per dag denken jullie aan billen? Ik moet goed zeggen, aan billen. Ik wel vaak, man. Ja? Jullie zijn mijn vader, dus dat is alleen voor Doughboy. Nee, maar het is natuurlijk sinds dat vader ding speelt een rol, maar come on. Alle mannen zijn gewoon man ass men, snap je? That big thing hanging there, you know? Ass men, gewoon. Klopt, maar zijn jullie ook echt zo wild als jullie zeggen in de tracks en zo? Ja. Ik zeg niet, maar ik weet wel dat ik echt... Misschien niet nu, op dit moment, right now, de afgelopen paar maanden. Precies. Sinds ik weet dat ik een kleine krijg, ben ik soort van, je weet toch, maar... Die teksten zijn niet soort van fabeltjes. Het is allemaal gebaseerd op true events. Ja. Teksten kunnen altijd ook zijn van verleden. Ja. Of wat je beste mattie meemaakt of noem maar op. Het is all about the circle en dat breng je weer eruit, man. Pokker. Mm. Volgens mij ben jij ook echt wild, man. Ja, want ik zie hij zit helemaal hyped, hè? Ik heb gewoon veel Red Bull. Oké, laat me je dit vragen. De laatste keer dat je in de club was en je wou een meid chanten, hoe begon je? Ja. Wat was je pick-up line? Hier! Of wacht. Zeker. Heb je vrienden? Heb je vrienden? Dus over leren praten mag gewoon. Oké. Dat kan gewoon.
Een mat die ging me bluffen, hij zegt tegen mij, er was gewoon echt één mooie chick in de club, zeg maar. Hij ging mij bluffen van, jij durft niet naar haar toe te gaan en zieke geest uithangen. Ik zeg, broer, zeg tegen mij nog één keer bluff. Hij zegt bluff. Ik loop naar haar toe, ik draai haar om, ik zeg eerlijk, ben ik niet de knapste dark skin die jou heeft gesproken vandaag? Ze zegt, wat? Ik zeg, ben ik niet de knapste dark skin nigger die jij hebt gesproken vandaag? Gewoon zo, ik zei niet eens, hoor, ik stelde me niet voor niks. Ze zei, ja, mijn vriend was wel donkerder. Ik zeg, nee, maar ik heb het over mij, vandaag, nu. Zeg, ze bleef me een beetje aankijken. Ja, oké. Klaar, ja, klaar. Zou ik het toen Big W. Ja, ja, ja. Big W. Ja.